Goedemorgen meneer, fijn dat u er bent. Wie bent u en van welke school? Mijn naam is Bert van Langveld en ik ben docent economie aan het PST College in Almelo. Oké, hartstikke fijn. Wat en vindt u en uiteraard ook het vak management en organisatie, want in het kader van dat vak doen wij met alle leerlingen in 5 HAVO en 6 VWO mee aan dit spel al een aantal jaren. En, ja. En dat doen ze over het algemeen met genoegen. Nou, ik hoorde dat ze vorig jaar hadden gewonnen. Dus, Zeker, zeker. Vorig jaar hebben ze, nou ja, dat is toch wel heel bijzonder, hebben ze de hoofdprijs weten weg te halen hier in Amsterdam. En, ja, leuk. Dus dat was een groot succes. Ja, fantastisch. Ik vond het prachtig. En wat vindt u dan zo leuk aan Biscuits? Het feit dat leerlingen op een plezierige manier, zonder dat het al te veel tijd kost, want het is dan bij ons in het kader van een praktische opdracht en dan inclusief het verslag, is het tijdsverslag uiteindelijk toch goed te overzien. Ja. Maar dat ze op een hele aardige manier kennis maken, in zekere zin met de praktijk, de weerbarstige praktijk van het ondernemerschap, namelijk dat je bij voortduring je concurrent in de gaten moet houden zonder dat je weet wat de concurrent precies gaat doen. En dat is een, denk ik, in de praktijk een heel moeilijk onderdeel van dat werk. Ja, absoluut. Lijkt mij. En hoe gebruikt u dat dan in de les? Heeft iedereen een computer? Zitten ze allemaal samen achter de computer? Nou, de leerlingen doen het bij ons op school, dus we geven uiteraard instructie gedurende een lesuur. En dan wordt het materiaal aangereikt en voor het overige wordt er af en toe wel wat hints gegeven. Maar verder werken ze dat hoofdzakelijk zelf met een groep van 4 door. Ja, dus okay. Dat doen ze hoofdzakelijk zelfstandig. En dat moet ook wel kunnen. Leerlingen van 5 haven en 6 VWO, die moeten langzamerhand in staat zijn om met z'n vieren dat klaar te spelen. Zou je Biscuits aanraden aan je collega's? Ja, dat durf ik rustig te ondersteunen. Volgens mij is het een hele aardige manier waarbij leerlingen zelf aan het werk moeten met een praktische opdracht. En dat ze dus niet op simpelweg wat materiaal kunnen lenen via internet of zo. Door het eenvoudig te downloaden en op die manier hun werkstuk af te maken. Dat is in dit geval niet zo. Ze moeten echt zelf aan de slag. Ja. En er is niemand die hun de vereiste opdrachten voorleest of wat dan ook, dat moeten ze echt zelf opknappen. Ja, en in die zin vind ik een heel goed leermiddel. Ja. Mijn naam is Koos Mur en ik kom van het Oostvaarders College uit Almere. Okay. En nu, ik heb begrepen dat u al 2 keer bij de finale nog bij geweest. Nee. Wij hebben al eerder met 1 team de landelijke finale bereikt, maar dat werd toen nog decentraal gespeeld, dus op de school zelf. Okay. Helemaal via internet. En hoe lang geleden is dat? Dat is 7 jaar geleden. Oké, dus u was een van de eerste die met Biscuits omging? Ja, bij de invoering van het nieuwe vak management en organisatie, dus bij de invoering van de tweede fase, hebben we eigenlijk meteen gekozen voor deelname aan Biscuits als praktische opdracht voor het vak management en organisatie. Oké. En we hebben dus de hele ontwikkeling van dit spel meegemaakt en we gebruiken het nog steeds met veel plezier. En het zijn positieve ontwikkelingen? Ja. Ja. Oké, fantastisch. Ja, zonder meer. Hoe gebruikt u het in de les? Nou, eigenlijk introduceer ik het spel aan de hand van het competitieboekje. Ik geef dus de opdracht een aantal pagina's door te lezen. En ik druk ze op het hart om vooral op tijd mee te doen aan de testronde. Ja. En aan de hand van de resultaten van die testronde bespreek ik dan de gevolgde strategie en eventuele aanpassing daarvan. Maar ik geef ze dus eigenlijk heel veel vrijheid om daar zelf een standpunt te bepalen, zelf mee te experimenteren. Ja, dus het geeft eigenlijk uw leerlingen de kans om zelf bezig te zijn in groepjes en het heeft ook nog een competitie-element erbij. Ja, dat competitie-element kan, en met name dit jaar in 4 HAVO meegemaakt, kan heel stimulerend werken. Oké, leuk. En waarom maakt u gebruik van Biscuits in de les? Nou ja, we zijn verplicht een praktische opdracht te doen met management en organisatie en dat wilden we dan ook echt praktisch houden, dus echt toepassen op een concrete situatie. Ja. Nou ja, en daar voorziet dit spel voorziet daar heel goed in. En, hoe reageren de leerlingen dan erop? Nou, enthousiast in het algemeen. Op het praktische gedeelte? Ja, nou, in het begin vinden ze het moeilijk en wat moeten we dan en onzeker. Ja. Maar naarmate het spel vordert gaan ze het begrijpen en krijgen ze in de gaten hoe het werkt en dan zijn ze
eigenlijk allemaal heel enthousiast. Goeiedag meneer, wie bent u en van welke school? Ik ben Frits Veldkamp en ik kom van het Lyceum AC in Den Helder. In Den Helder? Zo, dat is toch wel 2 uurtjes hier vanaf? Of, Nee, want we hadden een heel snelle kar, dus we waren hier in een uurtje. Oké, hartstikke goed. Hey, wat vindt u zo leuk aan Biscuits? Wat ik leuk vind is dat de leerlingen het heel leuk vinden. Het is een competitief element. Het speelt natuurlijk een belangrijke rol en dat spreekt de leerlingen buitengewoon aan. En daarom vind ik het ook heel leuk. Ja, dus gebruik ze, begeleidt u ze veel in het traject of doen ze dat eigenlijk zelf? Nou, ze doen het voor een groot gedeelte zelf, maar ik probeer toch wel een klein beetje de theorie die aan de basis ligt van het spel, die probeer ik wel uit te leggen. Ja. Maar het spel zelf moet ze zelf spelen. Heeft u al vaker meegedaan aan Biscuits? Jawel, dit is al de 8e keer denk ik. Zo. Dat we meedoen. Ja. Dus u bent een grote voorstander? Jazeker, ja. En u heeft ook de hele evolutie meegemaakt? Dus, Ja, het is steeds beter geworden. Oké. Okay. Ja. Leuk, hoe reageren de leerlingen over het algemeen, over Biscuits? In het algemeen reageren ze heel positief op het spel. Ja, ze vinden het heel leuk om tegen elkaar te spelen. En natuurlijk is het heel leuk om er mee in te worden. En het wordt ook wel beloond in het cijfer. Als ze hoog eindigen, krijgen ze een beter cijfer dan wanneer ze laag eindigen in de competitie. Ja. Zou je Biscuits ook aanraden aan uw collega's? Ja, zeker. Ja, ja. Jan Rilker, leraar economie, Enschede, Stedelijk Lycée. Dat is afdeling Zuid. Okay. Ik ben nu voor de 4e keer mee. En vorig jaar stond ik hier met 2 teams. En die werden 9e en 10e van de 10. Dus dat was zeer teleurstellend. Oh. En nu hebben we 1 en ja, die schat ik hoger in. Maar ik heb nu begrepen echt dat wij de enige VMBO-school zijn. Het is allemaal HAVO-VWO. Ja. Dus ik heb ze net nog heel kort even, ik mocht er niet naar binnen, ik heb het toch gedaan. Ik heb ze nog een keer opgehuurd. Ik zei, jongens, jullie zijn de enige VMBO-leerlingen die hier zitten. De rest is allemaal HAVO-VWO. Dus dat is, ja, ik vind dat natuurlijk hartstikke moeilijk, want ze weten van boekhouden en ik, van boekhouden en bedrijfseconomie niets af. Ja, ja. Ik zeg wel, het is huishoudeconomie, weet je, VMBO doet. Maar ze hebben een paar extra lesjes boekhouden gehad van mij, want anders dan is dat niet te behappen voor mij. Maar het is al een hele grote prestatie dat ze hier aanwezig zijn, neem ik aan. Ik had er 4 in de halve finale. Ja. Ik had er zeker 2 hier weer verwacht, net als vorig jaar. Niet meer. Maar dat hebben ze gedaan, hebben ze 2 bij elkaar ingezet. Ja. Nou, die waren echt 1 en 2. Dus die tweede zeggen gewoon, die hadden een puntenaantal dat ze hier ook eigenlijk hadden moeten zijn. Ja. Die heb ik al gezegd, jullie sectorwerkstukken mag heel kort zijn. Goed cijfer dus, ja. Hartstikke goed. Hoe reageren de leerlingen dus over Biscuits? Ja, wat mijn voorganger ook al zei, dat is het competitie-element. Dat is toch wel heel leuk en je moet ze een beetje motiveren. Ja. Zo van, jongens, als we daar meedoen, willen we ook halffinale, finale, want... Ja. Ik zei van vorig jaar dat het heel gezellig was. En ja, dat er leuke prijzen zijn. En die moet je ze wel laten zien. Ja. Dus ik heb echt gezegd, kijk eens wat de eerste, tweede en derde prijs is. En ik zie iets hartstikke moois in uw hand. Wat is het? Het is de derde prijs, gewonnen door mijn leerlingen. Met dank aan hun inspanningen. Ze hebben vreselijk hun best gedaan. En dat is goed. En stonden ze al de hele dag de derde plek? Of is dat iets wat... Ze hebben derdes gestaan, toen een keer tweede. En uiteindelijk zijn ze ook op de derde plek geëindigd. Oké. Okay. En dat was eerst een kleine teleurstelling. Ze hadden er eigenlijk een beetje op gehoopt dat ze eerste zouden worden. Gezien ook de achterstand nummer 2 en nummer 1. Ja. Maar het is, die teleurstelling ging gauw over. Ja. Ze zijn nu ook heel tevreden met hun prijs. Nou, fantastisch. Wat vindt u van Biscuits? Heel goed. Het is heel leerzaam. Ze leren een stukje van de werkelijkheid kennen, hoe bedrijven in elkaar zitten. Een stukje boekhouding en ze leren ook vooral een stuk samenwerking. Ja. Vooral het laatste, dat ze met elkaar voor een probleem gesteld worden en dat samen moeten oplossen, dat vind ik een grote meerwaarde van Biscuits. Oké, hartstikke goed. En vergeleken met een boek? Wat is er wat Biscuits heeft en wat een boek niet heeft? Biscuits geeft de verdieping aan wat in een boek staat. In een boek maak je sommetjes, je legt een stukje theorie uit en heel vaak hebben ze zoiets van, nou ja, leuk, het zal wel. En nu moeten ze Biscuits moeten het zelf doen. En dan blijkt ineens dat de praktijk ook zo ongeveer gaat. Ja. En dat is een soort stuk herkenning. Moesten ze veel begeleiding geven in de klas? Of? Nee, nauwelijks. Ik heb VWO 6 begeleid en dat hebben ze eigenlijk voor 95% zelf gedaan. Dat was voor mij als docent vrij gemakkelijk begeleiden. Oké, hartstikke goed.
En het competitiegedeelte, speelde dat ook bij jullie op school? Jazeker, ja. Het aardige was dat binnen de teams, zeker op het VWO, werd goed samengewerkt. Maar ook tussen de teams was regelmatig overleg. Dat werd er gewoon ideeën uitgewisseld van nou, doe het zus of doe het zo, dat scheelt. En daar hebben wij meer winst mee gemaakt of juist niet. Ja. Dat was ook heel nuttig. Laatste vraag, zou u het aan collega's aanraden? Ik zou het zeker aanraden. Ja. Het is bij het vak MNO is echt een meerwaarde. Een hele goede toevoeging. Nou, fantastisch. Wat je bij het boek doet en wat je normaal leert.